iedereen kan haken. We gaan vandaag van deze roll, de Eva, daar gaan we een babydekentje van haken. Ik had niet twee dezelfde bollen, dus ik ga er, als ik het tekort kom, dan heb ik een andere roll erbij gepakt, ook van de Eva. Het is 150 gram voor 3 euro, 2,99. Het is echt, ja, ik hou van deze kleurtjes. Leuk voor een babydekentje, sjaal, grote deken. Maar we gaan een leuke nieuwe steek proberen. Ik ga hem in het vierkant haken, dus ja, makkelijk. Je hoeft weinig te keren, want je haakt hem dan gewoon continu. En, maar eerst wil ik jullie even hartelijk bedanken voor het kijken. Nou, iedereen kan haken, want het is ja, leuk. Alle duimpjes zijn omhoog. Abonnees, het zijn er nu ja, gewoon veel. En we gaan beginnen met een heel leuk babydekentje. De hakennaald en de benodigdheden, dus zal ik dadelijk even uitleggen. En dan gaan we beginnen. Tot zo! Je hebt nodig... voor het babydekentje te haken de wol van de Vibra, de Eva, voor 2,99 euro. Kijk, en dit zijn hele leuke kleurtjes. Ik wilde eigenlijk twee bollen, maar ze hadden er maar één. En wat ik dan doe, is gewoon zorgen dat hetzelfde kleur terugkomt. En dan heb je niet twee dezelfde bollen nodig, want je haakt eigenlijk toch in het rond. Dus ja, dit ligt eraan hoe groot jouw deken wil hebben. Dan koop je een bolletje extra. Je hebt nog nodig een schaartje. Haaknaald nummer 6. Een stopnaaldje voor je draadjes weg te werken. En een centimeter. Dan heb ik hier al een beginnetje gemaakt. En je ziet dat het een heel makkelijk patroon is. Ik ga daar gewoon met de Eva-bol werken. En ik ga het heel rustig uitleggen. En dan zie ik je zo weer terug. Ik ga beginnen om te proberen het begin van het midden van de wol te pakken. Want dit vind ik wel een mooie begin. Kijk, en omdat je toch in het rond eigenlijk haakt, of ja, het wordt een vierkante deken, dan is het wel mooi als het kleurverloop zo hier uitkomt uit het midden. Dus dit is even weer het beginnetje zoeken. En dan beginnen we met een opzetlus. Je steekt je haaknaald erdoor. En we beginnen met 4 lossen. En je begint altijd een beetje los op te zetten. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we in deze eerste steek, hier zetten we. Steken we in en we zetten een halve vaste. Kijk, en dan heb je je beginnetje gemaakt. Zie je, dan krijg je ook een rondje. Je hoeft niet altijd met een magische cirkel te werken. Dan gaan we 1, 2, 3 lossen maken. En in deze opening gaan we 15 stokjes haken. Dus 15 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. En ik pak even het begindraadje mee. Dan is dat ook afgewerkt. Dertien, veertien, vijftien. Kijk, de toer sluiten we in de derde losse. 1, 2, 3. Dus in die derde losse. We sluiten de toer met een halve vaste. Dat is toer 1. Dan gaan we aan toer 2 beginnen met 3 lossen. 1, 2, 3. En in deze opening die je hier ziet, daar gaan we het volgende stokje inzetten. Dus dat betekent dat je in dezelfde steek 2 steken of 2 stokjes hebt, want deze telt mee als stokje. Dan gaan we, omdat we net 15 stokjes hebben gedaan en de begin 3 lossen meetellen als 16, dan gaan we in elke steek gaan we 2 stokjes maken. Dus in de volgende steek gaan we 2 stokjes maken en dan kom je in totaal op 2 keer 16 is 32 stokjes uit. Dus we zetten nu in elke steek 2 stokjes in 1 steek, in toer 2 1 stokje, dus 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ik ga zo nog even verder en op het eind hier dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de tweede toer en we sluiten de toer 1, 2 in de derde losse en in totaal hoor je dan 32 stokjes te hebben. Je slaat om en je haalt door 2. Nu gaan we aan toer 3 beginnen en toer 3 dat begint met 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En in dezelfde steek zet je een stokje. Dus in dezelfde steek zet je een stokje. Dat is deze steek. Dan 1 losse. En dan ga je 2 steken overslaan. Dus deze sla je over en deze sla je over en dan ga je een stokje in deze steek zetten. En dan ga je nog 2 stokjes in de volgende steek zetten, dus nog een stokje en nog een stokje. Dan weer 1 losse. Kijk, en dit moet dadelijk de hoek zijn. En we gaan nu weer aan een hoek beginnen. En we slaan dus 1, 2 steken over. En we gaan een stokje maken. Dan gaan we 3 losse maken. 1, 2,
3. En dan gaan we weer een stokje in diezelfde steek maken. En dan weer 3 lossen. 1, 2, 3. En dan weer in diezelfde steek gaan we weer een stokje maken. En dan 1 lossen. Kijk, en dan is dit de hoek. Zo komen dadelijk de hoeken eruit te zien en op het eind dadelijk zal ik het nog uitleggen hoe je die hoek sluit. En dit herhaal je de hele toer, maar ik ga het meehaken. We gaan weer 2 steken overslaan, 1, 2, en in de derde, daar zet je een stokje. En in de volgende zet je een stokje. En in de volgende steek zet je een stokje. Dan weer 1 lossen. En dan gaan we weer die hoek maken. Dus we slaan 2 steken over, 1, 2. En dan gaan we in die hoek een stokje maken. 3 lossen. 1 stokje in de hoek, in dezelfde steek. 3 lossen. En weer een stokje in dezelfde steek. En 1 lossen. Zie je? Dan heb je weer een hoek klaar. En dan gaan we weer 2 steken overslaan en 3 stokjes maken. Dus 1, 2 overslaan. En we gaan 3 stokjes maken, maar dan in elke steek 1 stokje. Een losse en we gaan weer aan de hoek beginnen. We slaan 1, 2 steken over en we gaan in de derde steek een stokje maken, 3 losse, 1 stokje, 3 losse en 1 stokje in dezelfde steek. En 1 losse. En dan hebben we weer een hoek gemaakt. Dan slaan we weer 2 steken over. 1, 2. En we gaan weer 3 stokjes maken. Dus 1 stokje. In de volgende steek 1 stokje. En in de volgende steek 1 stokje. En een losse. Na die 3 stokjes doe je weer 1 losse. Dan sla je om en je gaat in die begin, waar je begintoer is begonnen, daar steek je in en je maakt nog 1 stokje. Dan ga je 3 lossen maken, 1, 2, 3. En je steekt in de 1, 2, derde lus in en je sluit je toer met een halve vaste. En dit is al de derde toer. Kijk, en zo vierkant, zo gaat dadelijk je werk worden, zoals deze. Kijk, en dan zie je dat ik dadelijk hier boogjes overheen ga haken, maar zover zijn we nog niet. Dit blijft terugkomen, maar dadelijk gaan we hier stokjes opzetten. Dus dit was de derde toer. En dan beginnen we dadelijk aan de vierde toer. Tot zo. We gaan nu beginnen aan de vierde toer. En we beginnen met 3 lossen. 1, 2, 3. Dan gaan we in deze opening, die linkse opening hier, gaan we 7 stokjes maken. 1. 2, 3, 4, 5, 6,
7. Dan gaan we weer 1 losse maken. En dan komen we hier bij die 3 middelste. Daar gaan we weer 1 stokje op zetten. En weer een losse. Sorry. Dan gaan we hier in die eerste opening weer 7 stokjes maken. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kijk, en ik zal het voorbeeldje er even bij pakken. Zie je? Dit zijn die hoeken van 7. En nu gaan we op dit hoekstokje gaan we een stokje zetten en dan gaan we weer 7 stokjes maken. Dus op het hoekstokje 1 stokje. Dan moet je altijd even goed die lus zoeken. Dit is 1 stokje. En dan gaan we in die opening weer 7 stokjes maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan doe ik meteen een losse, want tussen die groepjes van die hoeken doe je altijd een losse. Kijk, dit is een hele hoek. Als je nou de snelheid langzamer wil zetten, hierboven staan 3 verticale puntjes en dan klik je daarop en dan kan je de snelheid aanpassen. En ik ondertitel ook heel veel video's, dus met ondertiteling aan is het ook altijd makkelijker. En de video natuurlijk pauzeren, zodat je weet wat je kan, dat je zelf verder kan. Dan gaan we in de middelste gaan we een stokje zetten en dan is het natuurlijk herhalen, een losse. En wat gaan we doen? In die eerste opening hier gaan we 7 stokjes zetten, dus we gaan weer 7 stokjes zetten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En op die middelste weer een stokje. En weer 7 stokjes. En een losse. Dus je telt weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en een losse. En op de middelste 1 stokje. 1 losse. En op de eerste opening van de hoek gaan we, ja, je weet het, 7 stokjes maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
dan een stokje op het stokje. En nu weer garen pakken. Altijd spannend. En weet je het niet zeker of je dit wel zo op deze manier kan doen, dan adviseer ik gewoon om het even om te rollen. Maar ik moet zeggen, het gaat goed. Het gaat heel goed met het garen. En het is ook wel mooi als het dadelijk zo het kleurverloop in het rond meeloopt. Alhoewel de deken is vierkant. En daardoor ook de centimeter. Als je zegt van ja, ik wil een deken hebben van zoveel centimeter, dan ja, ik ga gewoon dadelijk ook verder haken zodat ik weet hoeveel wol ik heb gebruikt en hoeveel centimeters. Dus we gaan nou in de volgende opening weer 7 stokjes zetten. 1 2 3 4 5 6 7 en een losse en weer een stokje op het middelste stokje. Nu kan je het goed zien, hè? De kleuren zijn 2 verschillende kleurtjes nu en een losse. En nu gaan we in die laatste opening gaan we nog 7 stokjes maken. Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven en dan gaan we deze toer sluiten. Kijk, die beginlossen die hebben meegeteld als stokje, dus die ga ik in de 1 2 in de derde opening, daar ga ik de toer sluiten met een halve vaste. En dit was de 4e toer, dus ik ben wel heel benieuwd hoe het dadelijk wordt met de kleuren. Kijk, en dan gaan we nu naar de 5e toer. Kijk, als ik dit hier opleg, zie je, dan hebben we nu die toer met die 7 stokjes, een stokje, 7 stokjes, een losse, een stokje, een losse en weer die 7 stokjes gedaan. En nu gaan we een toer maken met V-steken ertussen op dit ene stokje. En daarna herhaalt het allemaal weer, maar het wijst dadelijk zichzelf. Maar het is wel makkelijk als ik deze toer eventjes weer meedoe. Dus we gaan zo beginnen aan toer 5 en dan zie ik je weer terug. Tot zo! We gaan nu aan toer 5 beginnen. En toer 5 maken we 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan gaan we het werk keren. Dus je keert je werk. Kijk. En dan zet je 1 stokje in dezelfde steek. Dus je slaat om. En je gaat in diezelfde steek. Maar dan kijk je echt eventjes deze steek. En door het kleur. Kijk hoor, kijk hier door de kleur kan je het goed zien dat je hier in dezelfde steek insteekt. En dan maak je een stokje. Zie je, dan heb je hier die V-steek. Dan 1 losse. Dan sla je weer 2 steken over, 1, 2 en dan ga je weer hier een stokje inzetten. Oh, ik moet wel 2 lusjes pakken.
En in de volgende stokje, nu gaan we weer die toer doen met die 3 stokjes. Maar omdat we meer steken hebben, gaan we er V-steken tussen zetten. En even kijken of ik 2 los heb, of 2 lusjes. Zie je dat je echt die 2 lusjes pakt? En nu heb je weer 3 stokjes. Dan doe je weer 1 losse. En nu kom je hier boven die enkele. En daar gaan we een V-steek op zetten. Dus op die, op dat enkele stokje zetten we een stokje. 3 losse. En in diezelfde steek weer 1 stokje. Dan 1 losse. En dan slaan we weer 2 steken over. 1, 2. En in die derde, daar gaan we weer 3 stokjes maken, maar op elke steek 1 stokje. En dan komt het er zo uit te zien. Dit is toer 5. En nu gaan we naar de hoek. En de hoek is dit stokje, dit kan je aanhouden. Maar we gaan eerst 1 losse maken. En dan gaan we 2 steken overslaan. 1, 2. En dan komen we op die hoek. En die hoek is het verlengde. Kijk, het verlengde van dit stokje. Dus deze steek moet je hebben. Hier moet je insteken. En dan heb je 2 steken overgeslagen. Dus je steekt in die hoek in. En hier gaan we dus de hoek maken. Dus je hebt een stokje. 3 losse. En in diezelfde steek weer een stokje. 3 losse. En een stokje in dezelfde steek. En weer 1 losse. Altijd je aanwennen om na zo'n groepje een losse te doen, want dat, ja, dat zo hoort het gewoon. Zie je? En dan gaan we natuurlijk, omdat dit weer 1 kant is, deze groepjes herhalen. Dus we gaan aan deze kant hetzelfde doen als we hier hebben gedaan, of aan deze kant gaan we hetzelfde doen als wat we hier hebben gedaan. En dat is 1, 2 overslaan en 1 stokje en nog een stokje. Dus 3 stokjes. Een losse. Kijk, en aan deze kant hebben we hier die V-steek. Dus we gaan nu op dit stokje een V-steek zetten. Dat is een stokje, 3 losse en een stokje en weer een losse. Zie je? En nu gaan we natuurlijk weer een groepje van 3 maken. Tenminste, we slaan 2 steken over en we gaan in de derde steek een stokje zetten, in de vierde steek een stokje. En in de vijfde steek een stokje en een losse. Dan gaan we nu weer de hoek maken. We slaan dus 1, 2 steken over en we kijken hier naar die hoek, naar dit stokje en het stokje daarboven. Daar zetten we weer de hoek op. Dat betekent een stokje, 3 losse, een stokje in dezelfde steek, 3 losse en weer een stokje in diezelfde steek en een losse. En dan hebben we weer
de hoek gemaakt. Dan slaan we weer 1, 2 steken over en we gaan weer een groepje van 3 stokjes maken. In elke steek 1 stokje en een losse, en dan weer op deze ene. Daar hebben we hier ook die V-steek gemaakt. Dat betekent op het stokje 1 stokje, 3 losse, 1 stokje en een losse. We slaan weer 1, 2 steken over en we gaan een stokje, het groepje van 3 stokjes maken, op elk stokje een stokje en een losse. Dus toer 5 is niet moeilijk. We gaan nu weer naar de hoek, dus we pakken weer hier dit stokje daarboven. Die steek moeten we hebben, maar we slaan toch elke keer 1, 2 steken over, dus je moet uitkomen. Als je niet uitkomt, ja, dan moet je toch even uithalen, is altijd beter. Hier een stokje, 3 losse in de opening. Een stokje, 3 losse en weer een stokje. Dan weer 1 losse. Je kan dit ook als losse granny's gaan maken, zodat je dan een daarna weer alles aan elkaar haakt. Maar ik vind het wel heel leuk om een vierkante deken te maken. En het garen zo, dat gaat eigenlijk ook wel heel makkelijk. Dus ik ga weer nu kijken wat ik gedaan heb. Hier die 3 stokjes. Dus ik sla 1, 2 steken over in de derde. Een stokje. En de volgende een stokje. En op de volgende een stokje. Dan weer 1 losse. En dan zijn we weer op die enkele stokje. Daar zetten we een V-steek. 3 lossen en weer in diezelfde opening een stokje en een losse. Dan weer 1, 2 overslaan en we zetten weer een groepje, tenminste we maken weer 3 stokjes en een losse. En dan zijn we nu bijna op het einde van de toer. En dan gaan we nog in diezelfde opening, in deze, daar zetten we een stokje. En ik zie dat ik niet de goede opening heb, zie je? Want je moet er altijd 2 overslaan. Dus op het einde van de toer moet je zorgen dat je 2 steken overslaat. En in deze opening dan. Zie je? Dat is de opening waar de lussen beginnen. Daar zet je een stokje. Je maakt weer 1, 2, 3 lossen. En je sluit de toer. Toer 5 sluit je in de derde lossen. 1, 2, 3. Want die telt mee als een stokje. Met een halve vaste. En dit was toer 5. Kijk, en nu hebben we hetzelfde gedaan, maar dan met andere wol. Kijk, dit was een bol Royal en dit is natuurlijk de Eva wol. En dan zie je al dat de Eva wol die komt iets kleiner uit dan de Royal. Je kan er natuurlijk ook allemaal aparte lapjes van maken, maar als je één grote vierkante deken maakt, ja, dan is het ook makkelijk en je kan lekker doorhaken.
En ik zie je zo in toer 6 terug. Tot zo. Zo, even een kopje thee erbij gepakt. En dan gaan we weer verder met toer 6. En toer 6 heb ik even. Ja, ik doe altijd eventjes een. Ja, ik noem het een proeflapje. Maar het is gewoon eventjes kijken hoe zit het nu in elkaar. Kijk, het is helemaal niet moeilijk. Dit is toer 6, zie je? Dat je dan weer die boogjes gaat maken. En dan op die drie stokjes een stokje. Maar tussen die boogjes in een losse stokje, een losse. En dan ga je weer in die V-steek. Daar ga je weer 7 stokjes maken. Een losse, een stokje, een losse, 7 stokjes. En op de hoeken weer een stokje. En zo herhaalt het patroon zich. Dus we gaan nu aan toer 6 beginnen. En omdat we hier zijn geëindigd, pakken we wel de goede kant nu. En we pakken, maken, even goed in het midden, even de camera goed weer neerzetten. We gaan met toer 6 beginnen met 3 lossen. 1, 2, 3. En dan zetten we in die opening, want dit is de hoek. Hier gaan we dus 7 stokjes in maken. Even tellen. We tellen natuurlijk de eerste 3 lossen. Dit is wel een stokje, maar die tellen we niet mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan maken we een losse. En dan zijn we hier op die 3. En hier gaan we 1 stokje opzetten. En een losse. Zie je dat dit patroon zich herhaalt? Je gaat eerst die boog, dan 3 en nu 1 stokje erop. Dan gaan we in die V-steek. Hier gaan we 7 stokjes inzetten. Vier, vijf, zes, zeven en een losse. Zie je hoe toer 6 dan in elkaar steekt? Dan gaan we hier weer een stokje opzetten. En zie je dat je dat stokje op moet zetten als je dus die toer met die 3 en 1, ja, dat je ziet dat dit een soort gebakje is. Zie je dan? Dit is een cupcake met een topping en een kaarsje. Zo kan je het onthouden. Een cupcake, de topping en een kaarsje. Zo kan je het onthouden waar je bent. Weer een losse. En op de hoek gaan we in die eerste opening gaan we 7 stokjes zetten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stokjes. En dan is dit de hoek. Dus dit is echt, deze moet je aanhouden. Want op dat stokje, daar zet je 1 stokje. En dan ga je weer verder met
met de andere kant van de hoek en dan zet je weer 7 stokjes in. Dan maak je weer een losse. Kijk, dit sluit mooi aan, hè, die hoek. Dus dit is je toer 6. En ja, deze kant, die moet je natuurlijk ook aan deze kant hebben. Dus we gaan doen weer op die cake en de topping een kaarsje zetten. Dus een stokje. Een losse en we gaan in die V weer 7 stokjes maken. Je hebt dan 7 stokjes, 1 losse en we gaan weer ja, een kaarsje maken of een stokje, een cupcake, een topping, een stokje. Zo kan je het onthouden, deze toer. Even goed insteken. En een losse en dan ben je weer op de hoek en dan ga je hier weer 7 stokjes in maken, 1 stokje en 7 stokjes. En zo maak je heel toer 6 af en dan zie ik je op het einde hier zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de 6e toer, dus we hebben in deze opening nog 7 stokjes gehaakt en we sluiten de toer in de 1, 2, 3 losse, 1, 2, 3, dus in deze. Een, twee, derde losse met een halve vaste. Dan gaan we nu naar toer 7 en toer 7 is weer 6 losse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan keer je het werk. En we gaan een stokje maken in diezelfde steek. Dus op de hoek. Zie je? En ik heb het patroon uitgeschreven, maar ik ga er ook nog een diagram van maken en dan kun je het patroon bestellen via Iedereen kan haken. @hotmail.com. Maar toer 7 heb ik net eventjes alvast gehaakt. Kijk, toer 7 doe je dus op de verkeerde kant van het werk. En toer 7 begint met die 6 losse en een stokje in dezelfde steek. Dan 1 losse, 3 stokjes, 1 losse en weer een V-steek, dus een stokje, 3 losse. En een stokje. Ik ga nog even mee toer 7 haken. We hebben net dus 6 losse gedaan en het werk gekeerd. Dus dan zit je aan de achterkant van je werk. Je maakt 1 losse en je gaat weer zeg maar opbouwen. Je gaat die cupcake opbouwen. Dus je slaat weer 1, 2 steken over. En we gaan weer 3 stokjes maken. 1. 2, 3, 1 losse en hier gaan we weer een V-steek op maken.
1, 2, 3 lossen. En weer in diezelfde steek een stokje en een losse. Dan gaan we weer hier opbouwen, dus we slaan weer 1, 2 steken over en we gaan een stokje, nog een stokje en nog een stokje maken. 1 losse en in op dit kaarsje, zeg maar, hier, dit is dus het cakeje, de topping en het kaarsje, zo noem ik het maar, op de stokje een stokje, 3 losse en een stokje, 1 losse. En dan gaan we hier weer 2 steken overslaan, 2 en we gaan 3 stokjes maken, in elke steek 1 stokje, 1 losse. En dan zie je dat je hier bij de hoek aankomt als je 1, 2 steken overslaat en je pakt de steek van de hoek. Daar ga je een stokje op zetten, 3 losse. En omdat dit de hoek is, hier weer in dezelfde steek een stokje. En dan gaan we nog een keer 3 losse maken. 1, 2, 3. En in diezelfde steek weer een stokje. En een losse. Zie je? Dit is toer 7. Die maak je zo helemaal af. En dan zie ik je op het eind hier, zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van toer 7 en ik heb hier dus 3 stokjes en een losse gemaakt. Dan gaan we die hoek nog afmaken en die gaan we in die steek zetten waar ook die 6 lossen zijn gemaakt. Dus daar steek je weer in. Je maakt een stokje en natuurlijk nog 3 lossen. En dan sluit je die toer 1, 2 in de derde. 1, 2, derde. Met een halve vaste. Dit was toer 7. Kijk, dit is de achterkant. En dadelijk ga je weer aan de voorkant haken. Want toer 7 is hetzelfde als toer 5. Toer 8 is weer hetzelfde als toer 6 en toer 9 is weer hetzelfde als toer 7. Je bouwt het dus heel mooi op. Ik pak even de centimeter erbij om te kijken hoeveel centimeter ik nu gehaakt heb. Want ja, je kan natuurlijk ook allemaal aparte lapjes maken en die aan elkaar haken. En ik ben nu bij 19 centimeter. Kijk, dus vaak per toer is het 1,5 centimeter. Je kan nog een toer erbij doen en dan heb je allemaal lapjes van 20 centimeter en dan lijkt het op de granny voor de granny dekens. Maar ik ga nog even opzoeken de maat van een boxkleed en ik zal de maten van een ledikantje nog aan het begin van de video zetten en dan ga ik nog even verder haken zodat jullie het mooie resultaat nog kunnen zien. Want mij lijkt het eigenlijk heel mooi om de verschillende kleurtjes te kunnen filmen. Dus dan zie ik je straks weer terug. En toen had ik weer een stuk verder gehaakt. Of heb ik weer een stuk verder gehaakt. Kijk eens hoe leuk dat die kleuren verlopen. En ik heb nu, kijk, dit nog te gaan. Ik heb hem even in een vaasje gezet, de bol, en dat gaat eigenlijk heel goed zo, als je dan vanuit het midden, moet hem gewoon van boven, ja, soms komt er iets mee, maar meestal gaat het goed. Kijk maar hoe goed dat je dan je garen
uit het midden kan pakken. En ik heb nog even gekeken hoeveel meter dat erop zit. Ik kan nou niet zo makkelijk zien. Oh ja, 510 meter. Ik zal nog even in de voorkant van het filmpje zal ik nog zetten hoeveel meter dat erop zit. En je haakt gewoon lekker steeds verder. Dus, oh ja, ik zal even meten hoe ver ik nu ben. Want nu ja, is het meer de grootte van een kussensloop. Maar ik denk nog iets verder. Even goed op 0 zetten. Dus tot het midden. 27, 53. Ik kom in totaal op 53. En ik heb nog heel wat wol te gaan. Kijk in het patroon. Even de camera goed zetten. Het patroon wijst zich gewoon zelf. Vanzelf. Ik zal nog een stukje meehaken. Een losse. En weer 7 stokjes in de V-steek. En een losse. En een stokje in de middelste 3. Kijk. Want je bent nu met de toer met de 7 stokje en de 7 ben ik nu mee bezig. En dit is ook altijd aan de goede kant. En die andere toer die is weer gedraaid aan de dan draai keer je werk en die is aan de achterkant. Maar kijk eens hoe leuk. Kijk, en dan ben ik bijna op het einde van de toer en op die hoek zet je nog eerst een losse en dan ga je weer 7 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en dan sluit je de toer 1, 2, 3 in de derde losse met een halve vaste. Kijk, hier doe je dus geen losse in, want dit moet gewoon een boogje van de hoek blijven. Ja, het is echt leuk als ik het zo neerleg. Dat je zegt van heel mooi kleurverloop. Maar ik ben nu dus met die ene bol van 2,99. Deze 2,99 van de Eva. Ja, daar ben ik nu op 53 centimeter. Dus het eigenlijk ter grootte van een kussensloop. Of een kussentje kan je maken. Maar ja, dit wordt dus een vierkant babydekentje. En dan gaan we weer verder met de volgende toer. Met 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lossen. En dan keer je weer je werk. En dan ga je weer aan de achterkant werken. En dan zie je, je ziet dat dit de achterkant is. Hè? Door, ik zal even nog even dichterbij halen. Even scherp stellen. Zie je dat dit de achterkant van de stokjes zijn. En dan ga je hier weer een stokje maken in diezelfde opening om die hoek weer te krijgen. Even goed het werk open trekken. En dan maak je weer die hoek. Dan is dit de hoek weer om te beginnen. Dan gaan we weer 1 losse maken. En je zet er weer 1, 2 sla je over. En 1, 2 sla je over. En in de derde. Dan ga je weer stokjes opmaken. 1.
3 en een losse. En dan ga je hierboven weer die V-steek maken. Dus een stokje, 3 lossen en een stokje. Dus dit is ja, heel leuk om te doen. Ik ga weer nog even verder en dan zie ik je straks even terug voor het eindresultaat. Tot zo. Kijk, ik heb nu bijna de hele bol opgehaakt. En je ziet hoe mooi het kleurverloop is. Kijk, je ziet hier. Dit is echt de laatste toer die ik ermee kan gaan haken. Dus ik zet even de camera neer en dan gaan we even meten. Kijk hoe mooi deze babydeken wordt. Zie je dat? De kleurtjes, echt heel leuk. Kijk, en ik kan natuurlijk ook nog verder gaan haken. Dat ligt eraan hoe lang dat jij, hoe ver dat jij door wil gaan. Ja, hij is echt heel mooi van kleur. Hele schattige kleurtjes. En ik ga even weer meten. Zo. En dan meet ik vanaf de zijkant. En dan kom ik nu op 65 centimeter. Zo, kijk, in het vierkant. Dan heb ik 65 centimeter. En natuurlijk van boven naar beneden ook 65 centimeter. Dus ik ga de volgende bol erbij pakken, deze. En deze, ja, ik ga ook weer vanuit het midden beginnen. En dan zal ik kijken hoe lang dat hij wordt. Dat zal ik onder de video zetten. Ik zou zeggen, haak gezellig mee. Als je vragen hebt, die kan je hier onder de video stellen. Graag de duimpjes omhoog en abonneer hier beneden op mijn foto klikken. En ik zie je graag de volgende video weer terug. Tot ziens!